Er zijn zoveel mensen die ook gewoon zo een rolletje hebben gespeeld, wetten hebben overtreden en wordt aangestuurd door, ja, door duivels, door echt hele vieze heksen, door een heleboel slechte mensen, door cults en organisaties, hele industrie. Eén grote piramideschema. Ja, ze zijn echt gewoon het. Mensen hun levens aan het beïnvloeden. Niet alleen van hun slachtoffer, maar ook alles wat wel medeplichtig wou zijn. Alles wat er als een meelopertje achteraan aan het duiken is. Ze zijn echt gewoon haat en afgunst en jaloezie aan het creëren. Waar ze echt gewoon een heel systeem voor hebben en ook gewoon het justice system voor aan het gebruiken zijn. Net als dat ze technologie aan het gebruiken zijn. Inzicht hebben tot persoonlijke informatie aan toe. Mensen aan het belonen, mensen aan het chanteren. En allemaal denken ze overal maar mee weg te komen. Kijk hoe bont, hoe zuur. Het is echt niet normaal. En ik ben niet van plan om de boel op te geven, maar na een tijdje is wel alles gezegd. Ja, heb ik zoveel video's en zoveel kunnen aankaarten. Zoveel van mijn hart. Zoveel van los kunnen laten ook. En net als dat ik op een autodetect alles moet leren, heb ik ook mezelf moeten helen. Mezelf moeten troosten, zelf de energie hoog houden. Maar dat mensen dan echt willen doen alsof ze ook aan het spiritualiseren zijn, alsof ze ook met God zijn, of dat ze ook solo en alles alleen moeten doen omdat alles om hen heen verraad is gebleken. Maar keer op keer laten zien dat ze toch samenwerking hebben. Dat ze toch wel de mensen om hen heen waar ze blij en gezellig mee kunnen doen. En alleen maar opbouwend, nog meer voor een ander aan het verpesten, nog meer iemand aan het isoleren. Nog meer en meer zorgen dat iemand helemaal alleen komt te staan. Dat als het echt het nieuws opgaat, het landelijk, internationaal de wereld overgaat, dan zullen een heleboel mensen schrikken. Niet alleen waar ik dan allemaal doorheen ben gegaan, maar ook door in te zien hoeveel mensen hierbij betrokken zijn geweest. Hoeveel mensen er allemaal maar aan het zwijgen waren, andere kant op keken en hoeveel er gewoon als kopschoppers overheen gegaan zijn om het nog erger te maken voor me. Maar ik hoef echt niks te maken te hebben met mensen die mij niet beschermd hebben. Die niet dingen aangekaart hebben van alle smerige mensen die hier al mee bezig zijn geweest. Voor mij is dat echt klaar, hoofdstukken afgesloten. Ja, ze wilden echt zoveel verliezen voor me creëren, zoveel voor me verpesten. Ze wouden me echt in psychose, ze wouden me echt ziek, ze wouden echt dat ik de moed zou opgeven, misschien wel zelfmoord zou plegen. Ze wouden me echt opgesloten hebben. Terwijl hun degene zijn die wetten overtreden en ik dat alleen maar aan het betichten ben, benoemen ben. En mijn discernment aan het uiten ben. En al die mensen die dienen echt gestopt te worden, want ze hebben in het voor mij slachtoffers gehad. Ja, dat is blijkbaar waarom ik hier al mee bezig ben. En ze zullen in de toekomst, als ze niet gestopt worden, zullen ze nog meer slachtoffers maken. Ja, de intenties van hun, die zijn echt niet puur. Het is echt heel smerig waar ze mee bezig zijn.
Het is echt heel corrupt. Het is echt gewoon duivels te doen. Maar ik heb een heleboel mensen echt het idee dat ze ook echt gewoon bijna demonisch bezeten zijn. Dus ik snap wel dat bij een heleboel mensen de paniek groot is. En dat ze weer opnieuw scenario's, weer opnieuw met een masker, weer opnieuw... Ja, het gaat maar in cirkeltjes. En niemand die ingrijpt, dat vind ik echt schandalig. Voor als je zo kijkt op het internet waar mensen allemaal tegen zijn en dat ze een betere wereld willen.